vind ik vrij zonde. Dan kan die er overheen. Uit de lamp in. Ja, dat kan je ook doen. Ja, je ruikt weg uit de schotten. Ja, dat kan je ook doen. Kom op, niet naar beneden slaan, want dan heb je geen bescherming. Kom op. Ik woon in Leeuwarden en ik heb mijn eigen marketingbureau genaamd de Social Studio. En voor bedrijven, ik ontzorg bedrijven op het gebied van online marketing en in het speciaal social media marketing. En dat is allemaal voor bedrijven hier uit de buurt. Dus een uitzendbureau bijvoorbeeld uit Dokkum of een makelaar uit Hargerijp of een kapper hier uit Leeuwarden. Dus dat is wat ik doe. En ik woon nu ongeveer een jaar in Leeuwarden. Ik kom oorspronkelijk uit Dambouden. Ik heb me opgegeven voor het bokschalen omdat ik ten eerste heel graag fitter wilde worden. Ik tennis heel veel, maar dat is toch een andere soort fitheid. En ik wilde wel echt wat explosiever worden en gewoon mijn lichaam wat fitter maken. Er is best wel veel ziekte in mijn familie. Misschien niet qua hartziektes, maar wel kanker, etc. En het is heel sneu voor de mensen die hun kind moeten verliezen, bijvoorbeeld aan een hartafwijking of hartziekte. Dus dat raakte mij wel. En daarom heb ik me ook opgegeven. Mede dankzij Charlotte, want wij werken heel veel samen. Zij heeft me wel over de streep getrokken, zeg maar. Nou, top. Kom maar weer door. Oké, tot zo. Doei. Nou, hier in TDF is eigenlijk voor mij allemaal wel wat begonnen. Hè? Ze hebben mij vanaf het begin aan een podium gegeven. En tot voor de corona stond ik hier voor 1500 man te spelen. En nu lijkt het een uitgestorven stad. Stampen! Wat dat betreft staat mijn onderneming nu op nul. En zo moeten wij als ondernemers ook van alles bedenken om natuurlijk uit deze tijd te komen. En vooral ook afleiding te zoeken en daarom gaan we boksen. Nou, boksen heeft me altijd wel geïnteresseerd. Ik heb het ook wel een tijdje gedaan, alleen niet echt gestructureerd, zeg maar. En ik dacht eigenlijk daarna van, eigenlijk lijkt het me altijd wel een keer leuk en spannend om een wedstrijd te doen. En ja, toen heb ik eigenlijk intern een beetje een grote mond gehad tegen mezelf, dat gaan we doen. Zaterdags kreeg ik de poster in één keer voorbij zien. Van een maat van mij en die zei, kijk wat je kan doen. Je kan meedoen aan een wedstrijd. Voor ondernemers, je wordt opgeleid binnen een aantal maanden om een wedstrijd te doen. Dus ja, ik had eigenlijk zo'n grote mond gehad tegen mezelf. Dat ik dacht, ik kan er niet meer omheen. Dus dit gaan we gewoon doen. Dit moeten we gewoon doen. Ik heb me spontaan ingeschreven. En gefundeerd met structuur, trainen. En daar gaan we. Het is natuurlijk een fantastisch goed doel. Dus ja, zeker dat ik daar ook aan meewerken wil. Ja, dat is ook zeker een van de redenen waarom ik meedoe. Ja, mijn omgeving vond het echt geweldig dat ik ging boksen voor het goede doel. Iedereen was laaiend enthousiast. Mijn ouders zijn super trots en mijn opa en oma hebben laatst nog 100 euro gedoneerd, dus die vinden dat ook helemaal geweldig. En vind je het ook zware training? Maar dat is vooral omdat ik de ene week ga ik wel 4 keer en de andere week 1 of 2 keer. En dat merk ik wel. Als ik bijvoorbeeld al een week bijvoorbeeld niet ben geweest en ik heb dan weer een training, dan is dat echt
super zwaar. Dus je moet wel regelmatig gaan om echt een beetje dat ritme te krijgen. En om echt je lichaam wedstrijd klaar te maken. En als je dan een week niet gaat, dan is dat wel funest. Ja. Nou, ik heb dus de promovideo van vorig jaar bekeken. En dat was allemaal heel groot. En het is natuurlijk wel duidelijk dat we het nu anders gaan doen. Maar het is sowieso wel je wil natuurlijk presteren in een boksring. Dus je wil niet falen, want je hebt 3 maanden of 4 maanden getraind om echt het beste uit jezelf te halen. Dus dat is het meest spannende. Ik vind het niet zo spannend dat familie kijkt. Dat ben ik wel enigszins gewend. Dus, Patrick is een mensenmens, dus het verbaast me niks dat hij zich op deze manier ook op een andere manier wil inzetten, profileren. En daarnaast moet hij ook zijn energiebalans beter te vinden en te houden. Dus is dit ook een mooie uitlaatklep? Ja, ik had de trainingen wel zo verwacht. Het valt me nog enigszins mee hoe zwaar ze zijn. Ze zijn wel zwaar, maar ik had echt verwacht dat ik zou kotsen en dat ik op de grond zou liggen janken of zo. Maar dat is niet zo. De training met Piet en Bernard zijn echt gewoon geweldig. Ook hoe die omgaan met ons, dat is gewoon echt topwerk wat zij doen. Ja, ik ben wel echt van plan om door te zetten met boksen, aangezien ik wel heel erg merk dat het voor mijn fitheid, dat het mijn fitheid ten goede komt. Ook op de tennisbaan. Dus ik vind het wel heel waardevol om door te zetten met boksen. Dus als ik er niks aan zou vinden, dan hadden we hier nu niet gezeten. Nee, ik hier wel, maar had jij hier niet gestaan. Hier hebben we onlangs nog Anneke Douma opnieuw de vocalen van het Wonskip in laten zingen. Natuurlijk zien de weekenden slash de weken er nu anders uit. Hè? Er is niks meer te doen op het gebied van draaien. Dat betekent wel dat ik extra kan focussen natuurlijk op het sporten. Hè? De feestelijke activiteiten zijn nul. Dus de verleidingen tot een drankje of wat dan ook maar zijn ook volledig weg. Hè? Dus dat is wel een goede zaak in principe voor het boksgala. Mijn omgeving, die zijn natuurlijk wel wat gewend door de jaren heen. Ik heb verschillende ludieke acties natuurlijk wel beleefd. Het is een soort bucketlist dingetje en vaak de dingen die op een bucketlist staan zijn wel uitdagingen voor je angst. Hè? Zo zie ik dat tenminste. Hè? Dus het is zeker gekomen uit dat ik me het voorstelde, dat ik daar wat bang van werd en dat ik daardoor dacht van dan gaan we het juist doen. Het is een behoorlijke persoonlijke uitdaging. Hè? Er zit ook, je moet behoorlijk wat snijden en wat aanpassen in je routines ook. Ja, voornamelijk sporten, zoveel mogelijk, het liefst elke dag. Hardlopen, boksen, noem maar op, van alles en al wat. Water en thee is voornamelijk wat er gedronken wordt. Ik heb al wat mogelijke tegenstanders gezien in mijn gewichtsklasse. Ik hoop dat het een eerlijke strijd is en dat ik die eerlijke strijd kan winnen. Of ga winnen. Links die directe. Rechts die directe, linkerhoek, rechterhoek. En dan gaat hij naar het lichaam. Leven meepakken en de mild even meepakken. Spelen! Spelen! Lekker! Dat is hem. Kom maar, voelen laten. Even luisteren. Oh. Het hoeft niet harder. Nee, maar dat is niet beter. Die mannen die komen. Die ga je voelen.